Welkom bij deze aflevering van HR Control. Ik heb een gesprek met Mick Nitif, hij is algemeen directeur bij Robidus. En we gaan het hebben over eigen risicodragerschap voor de WW. Mick, welkom. Dank je. Ik was al wel bekend met eigen risicodragerschap voor de ziektewet en de WGA. Maar voor de WW is het een beetje nieuw voor me. Wat is het? Ik kan me voorstellen dat het nieuw voor je is. Het is eigenlijk iets dat er al heel lang is. Het geldt alleen voor de overheid en daarbinnen de onderwijsinstellingen. En het is eigenlijk zo, net zoals bij WGA en ZW, dat de werkgever zelf de uitkeringen moet betalen en ook verantwoordelijk is voor de reïntegratie van zijn ex-werknemers. En waarom moeten we het er juist nu over hebben als het al zo lang bestaat? Nou, omdat wij er nu in praktijk tegenaan lopen, dat overheidswerkgevers dit gewoon meebegroten in hun begroting, de uitkeringslast. Er eigenlijk niks mee gebeurt, wat erg asociaal is, waardoor de ex-werknemers eigenlijk onnodig lang, eindeloos eigenlijk, in die uitkeringssituatie blijven zitten. En dat is niet goed voor de werkgevers, de overheid, want er komen enorme uitkeringslasten. Het is asociaal naar de belastingbetaler in Nederland die dat moet bekostigen. En het is ook asociaal naar die werknemer, want die komt op die manier niet meer aan de bak. En nu moet je als werkgever dus die werknemer, die ex-werknemer volgen. Hoe doe je dat? Want dat lijkt me lastig. Dat is ook lastig, maar je moet er dus voor zorgen dat je contact houdt met die ex-werknemer, hem begeleidt, waar nodig ondersteunt met een van werk naar werk opleiding, zoals we dat wel noemen, en gewoon met die ex-werknemer aan de gang gaat. Veel beter is het natuurlijk, en dit is iets wat nu binnen de overheid speelt, maar straks misschien met de verschuiving van collectief naar individuele werkgevers voor meer sectoren gaat gelden. Je moet natuurlijk aan de gang met je personeelsbeleid. Je moet een strategisch personeelsbeleid neerzetten waarbij je inzet op de banen die nodig zijn en je continu bezig bent met het bijspijkeren en bijscholen van je werknemers. En waar dat niet kan en waarbij werknemersprofielen niet passen bij de banen die jij op termijn hebt, tijdig helpen van werk naar werk te migreren, ook buiten je eigen organisatie. Nu kun je als werkgever gewoon voor die WW-uitkering betalen en verder niks doen. Komt dat veel voor in de praktijk? Ja, dat is iets wat wij helaas heel vaak tegenkomen in de praktijk. Maar nogmaals, dat noemen wij het nieuwe asociale. Het is niet de bedoeling. Het is iets waarbij je ziet dat in de participatiemaatschappij, in de hele tijdsgeest waarin we nu leven, het juiste bedoeling is dat iedereen participeert aan het arbeidsproces en daardoor ook productief wordt. Het is iets dat als we dat goed inrichten met z'n allen in Nederland, dat daardoor de uitkeringslasten dalen. Het is goed voor de ex-werknemer, want als je jarenlang zonder baan zit en misschien wel een inkomen met goudgerande bovenwettelijke regelingen, dat lijkt allemaal leuk. Maar na een aantal jaren loopt dat allemaal af en dan val je in een enorm gat. Je valt ook in een sociaal isolement. Dus het is gewoon niet goed. Niet voor de werkgever, niet voor de werknemer en niet voor Nederland. Het vraagt ook wat van de werknemer zelf. Als werknemer moet je ook zorgen dat je sappig blijft voor de arbeidsmarkt. Het is niet meer zo dat je op je 15e nadenkt over wat je gaat doen en dat dan de komende 40 jaar gaat doen. Je moet nadenken over je tweede en je derde carrière. Dus het is niet alleen de werkgever, die moet faciliteren en tijdig signaleren en aangeven wat voor type arbeid hij nodig heeft. En de werknemer, die moet zorgen dat hij opgeleid is voor de benodigde arbeid binnen of buiten het bedrijf waar hij nu werkt. Mick, bedankt. En op de partnerpagina van Robidus op haarpraktijk.nl vindt u nog veel meer informatie, zoals downloads en achtergrondartikelen.